Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Minecraft Minigames. Vandaag zijn we op de Hive server, link in de beschrijving uiteraard, zoals normaal. En wij spelen vandaag Block Hunt. De Hive heeft wel een paar leuke minigames wat wij nog niet gespeeld hebben, dus daar gaan wij er vandaag dus één van spelen. Block Hunt is dat, hier, wij komen zo allemaal in deze arena hier zo. En er komen allemaal kleurtjes. En dan moet je zeg maar op het goede kleurtje komen, lopen, doen. En dan zeg maar als je er niet op staat voor de tijd op is, dan ben je af. Zo simpel is het. En wat je krijgt hier, want hier music, dan krijg je hier een linkje. En dan krijg je awesome music and effects. En ik heb dat net geprobeerd en het is op zich wel grappig. Maar iedere keer als je het gehad hebt, krijg je yay, yay, weet je wel. Ja, het is misschien een beetje kinderlijk, maar het is op zich wel een leuke editie, zeg maar, erbij. Nou, zoals je ziet, we hebben bruin en bruin is hier. En de rest gaat weg. En zoals je ziet, het verandert steeds, dus je hebt niet steeds dezelfde. Licht, grijs, wat is dat? Deze. Nee, dat is deze niet. Meteen al gewonnen. Maar ja, dus als je ziet, het is donker, dus je ziet al die kleurtjes niet natuurlijk. Dus ja, dat is een soort van moeilijkheid. Moeilijkheidsgraadje erbij, dus laat me even nog een lobby vinden. Oké, dus we hebben bijna weer een nieuw potje. Het is wel vervelend, want een lobby vinden is moeilijk. Maar het is me gelukt, want ik ben kast en ik kan dingen. het is Chinees gesproken hier zo, dus ik weet niet wat er aan de hand is. In ieder geval, dat is deze kleur toch? Ja, volgens mij is dat deze. Als je afvraagt ze van, hey, je vertelt wel van die leuke muziek, maar waarom doe je dat niet dan? Nou, daar heb ik een goede reden voor, er zal waarschijnlijk wel copyright op staan. Oftewel, ik mag het niet gebruiken in mijn video, dus ik ga het ook niet doen. Deze hier zo. En ja, als je dus even niet op zit te letten, dan ben je zo dood. Wat is dus wat er net gebeurde ongeveer, maar het potje wat ik oefende, daar ging ik best goed. Great, dat is deze. Oh, dat is deze. Oeh! Zag mij dat even skills halen en alles. Man, dat was baas. Groen, 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 groen. Deze. Ja, ah, daar is iemand dood. Ah, liep te ver door of niet te ver genoeg of zo. Bruin, 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 bruin. Ah, dat is niet de goede bruin. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nog maar een potje zoeken. Het is wel, potjes gaan wel snel over als je meteen dood bent. Ja, die wordt meteen gekickt uit deze lobby. Dus hier. You're returning in the lobby for 10 seconds. Kan je me nog horen? Nou, waarschijnlijk wel, maar goed. Nou, het valt me nu op dat je zo'n dingetje krijgt voor Vote for a Song. Maar mijn muziek staat altijd uit, dus ik weet niet of dat een ding is of zo. Waarschijnlijk is dat een ding, dat je muziekjes hebt. Bam. Wij zijn baas. Waar ik ook achter kwam, is er is een stat dingetje. Dus dan kan je zien wat je stats zijn. Dus hoeveel potjes je gespeeld hebt en hoeveel punten je hebt en hoeveel je gewonnen hebt en dat soort dingen. Maar goed, we gaan ondertussen wel redelijk. Dus dat is zeer netjes. Gaan de mensen dood? Nee, jammer. De beacon block, oh, red. Dat is deze. Ja, dat is deze. Ik heb altijd zoiets van, is dit wel rood? Want gaan al als andere mensen er ook op gaan staan, ja, dan weet je zeker dat het rood is natuurlijk, maar groen. Bam. Huh? Dat was toch gewoon groen of oh, dat was lime zeker. Dat was een beetje gay. Een beetje heel erg gay. Oké, okay. Nog een potje. Oké, okay, dus dit gaat het laatste potje worden voor deze video. Dus laten we deze even winnen. Zullen we een leuke afsluiten om dat even te doen. Dat is wel iets wat we even kunnen doen naar mijn idee. Gewoon even een potje winnen van bam, wij zijn baas.
Ik heb het spel nu niet op mijn spiegelende beeldscherm staan, dus ik zou zeggen dat dat ik er slim of dat ik er beter van word. Oké, dat scheelde vrij weinig. Stonden met z'n allen op één blok. Oranje. Dit is oranje, toch? Ja, dit is oranje. Bling. Ja. 17 mensen over. Wij gaan het winnen, ik weet het zeker. Wit. Nee, wit. Wij zijn uber. Oh, dat is de verkeerde. Lime. Dit is lime. Lime, lime, lime. En niet groen, dat is groen. Hahaha. Al die mensen die er dood zijn, die stonden op groen en niet op lime. Cyan. Dat is deze toch? Ja. Het is wel een beetje laggy op zich. Nou, dat zal mijn internet leren, want die is echt uber slecht. Groot. We zijn nog maar met 9 spelers over. Waiting. Cyan. Wat is dat? Wat is dat? Deze. Nee! Oh man, ik stond er bijna op. Ik had eigenlijk zo zeg maar met 2 tegelijk zou moeten staan. Dan had ik er sowieso opgebleven. Nou, eens even kijken hoe dit potje afloopt. Want, of niet? Gaan we dat kijken? Even kijken hoeveel mensen zijn er nog over. 6. Het is jammer dat je niet kan vliegen ofzo. Nou, ze gaan wel op zich wel goed. Die gast daar, Steve Skin. Mooie skin, man! Boom. Nou, dit gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Lobby. Oh. Laten we naar de lobby gaan. En dan laat ik je even zien, want er zijn hier nog meer minigames. Die gaan we nu niet spelen, maar als je er een wilt zien, laat het me dan weten. Wat is dit? Oh. Oké, we teleporteren. Ja, het laat allemaal niet omdat ik aan het opnemen ben. In ieder geval, bedankt voor het kijken van Block Hunt. Of Block Party bedoel ik. Zeg ik nou Block? Heb ik de hele tijd Block Party of Block Hunt gezegd? In plaats van Block Party. Oh, dat is een probleempje. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat me weten welke minigame we de volgende keer weer gaan spelen. Of een server met leuke minigames. Ik bedoel, je hebt Hypixel, je hebt Mineplex, je hebt de Hive. En dan laat me nog een paar leuke weten. Jullie zijn er goed in, dat weet ik. In ieder geval, nogmaals bedankt voor het kijken. En dan tot de volgende keer bij Minecraft Minigames of wat ik ook upload. Later.